Hoi lieve leden en welkom bij de allereerste Comenius vlog. Hey! Mijn naam is Nina, ik ben de nieuwe commissaris commissies van Comenius. En ik zal elke maand in samenwerking met mijn commissies een Comenius vlog uitbrengen. En dit is de allereerste. De vlog is bedoeld om een beetje terug te blikken op de activiteiten van de afgelopen maand. Nou ja, nu zijn er nog niet heel veel activiteiten geweest, dus het zal niet zo lang een vlog worden. En we blikken vooruit op de activiteiten van de komende maand. Ik zal de agenda erin zetten, zodat jullie voor alles op de hoogte zijn. We zijn natuurlijk voor aankomend studiejaar gewisseld van bestuur. Dus we zullen ons eerst even allemaal aan jullie voorstellen, zodat jullie weten wie we zijn. Wat we zo een beetje doen, welke functies we hebben. Hey allemaal, ik ben Lieke. Ik ben 20 jaar, geboren en getogen in Amsterdam. En ik ben dit jaar de nieuwe voorzitter van het bestuur van Comenius. Dat houdt in dat ik onder andere praatjes hou, vergaderingen voorzit en dat ik de contacten binnen de UvA onderhoud. Daarnaast ga ik dit jaar beginnen aan mijn tweede jaar onderwijswetenschappen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen. Dat doe ik al zo'n 12 jaar en ik hou super erg van gezellige dingen. Doe met mijn vriendinnen, zoals uitgaan, feestje meepakken of gewoon lekker chillen op de bank. Ik heb super veel zin in dit bestuursjaar en ik hoop dat jullie allemaal lid worden. En ik hoop jullie zeker ook op de activiteiten te zien. Dus hopelijk tot snel. Kom vooral een keer langs in de bestuurskamer als je nog vragen hebt. Of omdat je gewoon lekker wilt kletsen. Ik ben Sabine en ik ben dit jaar de secretaris van Comenius. Dat houdt in dat ik bij elke vergadering notuleer. Ik beantwoord daarnaast de algemene mail van Comenius. Update de social media. En ben daarnaast coördinator van de vormgevingscommissie en de groei. Het tijdschrift van Comenius. En dit studiejaar ben ik elke dinsdag in de Comeniuskamer te vinden. Dus hebben jullie zin om gezellig een praatje te maken, een kopje thee te drinken of hebben jullie een vraag? Kom dan vooral langs in de Comeniuskamer op het Roeters Eilandscomplex in kamer C007. Hopelijk zie ik jullie dan. Hey, mijn naam is Annabel en ik ben de nieuwe penningmeester van Comenius. Dat houdt in dat ik me bezig hou met de financiële administratie. Ik zit in het derde jaar van pedagogische wetenschappen. Ik doe de studie met heel veel plezier. Ik woon in Amsterdam, zoals jullie kunnen zien. Dit is mijn uitzicht. Ik vind het super leuk om in Amsterdam te wonen, zodat ik naar alle borrels en feestjes kan. Verder vind ik het leuk om te voetballen. Ik heb voor de vorm even mijn jasje aangedaan, maar eigenlijk loop ik in mijn voetbalspullen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. En ik hoop jullie snel te zien. Hallo allemaal, mijn naam is Fenne en ik ben volgend jaar de vicevoorzitter van Comenius. Ja, dit houdt eigenlijk in dat ik me bezighoud met het contact met de externe partijen, zoals de Atheneum Boekhandel en de bijlespartner. Verder ga ik dit jaar het congres organiseren. Afgelopen twee jaar heb ik in de reiscommissie gezeten en dat vond ik altijd superleuk om te doen. Dus ja, tot snel. Nou, ik ben dus Nina. Ik ben de commissaris commissies van studievereniging Comenius. Dat betekent dat ik de coördinatie heb over een groot aantal van de commissies die we hebben. En ik zo ook eindverantwoordelijke ben voor de verschillende activiteiten die er gedaan worden en voor de studiereis. Verder zal ik helemaal gaan samenwerken met actieve leden die in de commissie zitten. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Vind ik heel erg leuk. Ja, ik kijk heel erg uit naar dit jaar en hoop jullie allemaal snel te zien. Verder zit ik op donderdag in de Kamer, dus als je zin hebt in koffie, thee, koekjes, kom gerust langs. Jee, vlog. En even het belangrijkste. Het intuiken van Comenius. Allemaal inschrijven. Jee. Kom ik. Ja. Leg even de money. Nou, dat is mooi. En lekker eten allemaal. When the rap was